Ik ben zo getroffen door de coronacrisis, zaak dicht, optredens weg, dat ik uit pure armoede zelfs mijn eigen pis moet drinken tegenwoordig. Die ik extra opwarm voor net dat extra beetje je ne sais quoi. En elke keer als ik naar zo'n glas pis kijk, moet ik even denken aan Jort Kelder. Want er zijn niet veel mensen die mij doodwensen. Behalve natuurlijk de kick-out Zwarte Pieters. En die begonnen het jaar zo goed, hè. In Friesland, waar ze een alternatieve Sinterklaas hebben, gingen ze gelijk demonstreren. En toen gingen ze vermomd, anoniem, kijken in Brabant tijdens het carnaval of daar racistische uitingen te bespeuren waren. Daar zouden ze een rapport over schrijven en... Even een slokje hoor. En dat rapport is er nooit gekomen. En je gaat ze toch missen, want je verveelt je kapot natuurlijk tijdens die coronacrisis. Want elke columnist heeft er al 1000 keer een plasje over gelaten. En niemand heeft nog wat iets origineels toe te voegen, behalve Jort natuurlijk. En dan denk je, waar blijft dat rapport, jongens? Want zelfs de mensen waarvan je denkt dat ze iets dommer zijn, kun je ze 2 keer per week water gaan geven, zelfs die ga je missen. Trouwens, Erwin, deze plaat, die wil ik gewoon schenken aan Jort. Wat moet ik erop schrijven? Dat jij maar wel 100 mag worden, Jort. Dat is een hele goeie. Dat jij maar wel 100 mag worden. Met liefs Henk Westbroek. Tadaa! Schrijf je Jort met een Y of met een J?